Want het is nu... pakjes-tijd! En ik heb toevallig twee pakjes besteld op heel korte tijd voor elkaar. Ik heb eerst het kruidvatpakje besteld, maar ik ga eerst het Boozy Shop pakje openmaken. Love the Boozy Shop en verpakking trouwens altijd. Het is het mooie roze doos. En nu ga ik hem openmaken. Mijn kruidvatpakje viel trouwens op half van de trap op het moment dat ik naar boven kwam. Oké. Tijd om de doos open te maken. Allereerst zit er een leeg zakje in met een kaartje. Het zijn nieuwe kaartjes. Ik wist niet dat ze ook zakjes deden als voor ding. Ja, ik hoop niet dat een zakje paste. Yay, here I am. Weer een handgeschreven kaartje met hi Phobe, thanks. En de medewerkers, of course ook mijn pakbon. En het is toffe roze Boozy Shop zakje. Deze heb ik echt al opgehouden ondertussen. Bovenop mijn pakketje ligt deze roze... dat roze papiertje. En mijn pakje is verpakt in bubble wrap. Deze roos is leeg, dus deze mag uit. En dat is misschien maar goed ook, want ik ga direct tonen wat er in het pakje zit. Als je boven een bepaald bedrag staat bij Boozy Shop, krijg je iets gratis of mag je iets gratis kiezen tenminste. En ik heb dit gekozen. Een prachtig Rose Gold Empty Palet van Makeup Obsession om te gaan vullen eigenlijk. Dus ik ga deze eerst openmaken. Omdat ik jullie echt mooi het paletje wil zien. Want natuurlijk kan je die ook gewoon apart open. En zo ziet het paletje eruit. Echt super mooi. Ik weet niet zelf of dat je het ziet. Maar het is echt fantastisch mooi roze goldie. Metallic. En als je hem openmaakt, heb je hier een super fantastisch grote spiegel. Met hier het kruidvatpakketje en hier de vlogcamera. En hier heb je plaats om staartjes in te steken van Makeup Obsession. Allee, om oogschaduws dat je zelf koopt van Makeup Obsession hier in te stoppen. Wow, hoe mooi is dit? Echt zo mooi. Dit is voor 12 stuks en sowieso kan je die ook gewoon online kopen op de Boozy Shop webshop. Maar waarom ik bij Boozy Shop besteld heb is... De reden waarom ik bij Boozy Shop besteld heb is dit. Deze is trouwens ook verkrijgbaar bij die, maar ik ben al een paar keer geweest naar die en op dat moment had ze hem nooit. En ik... Ik dacht van waarom moet ik nog wachten tot ik langs een die passeer, want ik passeer eigenlijk bijna nooit bij een die als je deze ook gewoon bij Boozy Shop kunt kopen en eigenlijk gewoon thuis laten liggen. De verpakking is echt zo mooi met een houten geometric print aan de zijkanten. Hier info over alle producten die erin zitten, maar natuurlijk ga ik die niet gaan lezen, omdat ik echt raar heb dat adventskalenders een verrassing zijn. Dat is ook de reden waarom ik die niet van NYX heb gekocht, omdat je eigenlijk weet welke lipsticks erin zitten. En dit is de binnenkant met hoeveel dagen? 24 dagen, denk ik. Soms is het ook 25 dagen, maar
Hier zijn het er 24. Ook heel fijn als ze sommige dagen met cijfers hebben gedaan en andere dagen gewoon benaming. En het eerste vakje zit hier, maar nog even wachten om deze open te maken. Tweede hier. Tot 1 december natuurlijk. Ik ga ze openmaken op mijn Instagram stories, denk ik, elke dag. Dus ga zeker mijn Instagram volgen. Je gaat het ook in de vlog zien, maar weet dat je dan altijd een week achterkomt en dat dat misschien niet zo fijn is. Sorry als ik een klein beetje verkouden ben. Klink, ik ben ook verkouden. En nu is het tijd voor mijn koolhoed. Kruidvat pakje. Want een paar dagen geleden was het gratis verzending en ik besloot daar eigenlijk gebruik van te maken. Samen met nog een aantal andere acties. Je merkt al direct dat de verpakking helemaal anders is dan Boozy Shop. En ik verwacht dat het niet zo mooi is als Boozy Shop. Zo, of zijn. Natuurlijk. Allereerst mijn kruidvat pakbon. Maar wat ik gekocht heb. En daarna een hele hoop plastic. En echt zo'n ondersteun. Ik weet niet of dit kan zien. Ik moet echt een soort rotte doos pakken. Ach ja. Als eerste kocht ik de Knipe Douche Foam door Revealing the Senses in lotus en granaatappel. Ik heb deze ontdekt tijdens de press en hij rook zo goed. Ik heel erg jammer vond dat er geen in mijn goodie bag zat. Ik heb die dan gewoon zelf gekocht. Ik kan echt niet wachten op die te gebruiken, want ik ben dol op granaatappel en die ruikt zo goed op de press. Als tweede kocht ik een Skin Science Anti-Age Mining Eye Gel. Dit is dus een ooggel van hetzelfde merk als ik mijn face cleansing heb. Gewoon van het kruidvat merken dus. En ik hoop dat het helpt om de wallen of de toekomstige wallen onder mijn ogen te gaan verminderen. Deze kerstbal kocht ik voor een DIY vlogger, dus dat gaan jullie nog sowieso zien. En deze was €1,49. En dan kocht ik nog twee productjes uit de Originals, de lijn van Kruidvat, niet de TV-serie. Het kleimasker, de Originals, het kleimasker met dode zeem. Ik dacht dat dode zeem met mineralen, maar dode zeem mineralen. Het reinigt je huid en activeert intensief voor een schoon en een stralende huid. Natuurlijk ga je nog zien voorbij komen in vlogs of zo. En niet dat er eentje is voor een mask of een soort gelijks. Wel komt er een review van online. En een scrubmasker met charcoal. Dit moet je met een licht masserende beweging op de huid aanbrengen en 5 minuten laten in werken. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze werking. Dus we gaan alle twee testen en sowieso komt er ook nog een review van online. En nu ligt het hier vol met ledels. Die ik niet ga opruimen, want ik slaap hier toch niet mee. Oké, open dag ga ik ze wel opruimen. Ik moet hier sowieso verhuizen. Wel, ik ben benieuwd naar alle producten en zeker naar wat er allemaal in de Sleek Makeup Adventskalender zit. Waarom is het nog geen 1 december? Laat mij hieronder ook weten welke adventskalenders jij hebt gekocht